Goedemorgen allemaal en welkom bij deze webinar over de vernieuwingen in Revit 2021. Mijn naam is Wim Poelstra, ik ben consultant bij Cadix en ik geef trainingen, voornamelijk in Revit, maar ook in AutoCAD. Ik heb een achtergrond in bouwkunde, tijdlang in de bouwsector gewerkt. En daarnaast een achtergrond in wiskundeonderwijs. En heb ik ook het een en ander in lesgegeven. En momenteel bij Cadix. Vandaag deze webinar. We beginnen dus nu om 11 uur. Hier staat nog vermeld: om het achtergrondgeluid te voorkomen, staat uw microfoon automatisch uit. Dus ik hoor u niet. Wat is er nieuw in Revit 2021 is net uit. Hè, we zijn nog niet eens over de helft van 2020. Maar Autodesk heeft alweer een nieuwe versie uitgebracht. En we gaan vandaag eens even kijken wat daar aan nieuwe functionaliteit in zit. Eerst even wat over Zoom. Zoals gezegd, u staat op mute, dus ik hoor u niet. Jullie horen mij hopelijk wel. U kunt wel uw video aanzetten, dus dan zie ik u op de webcam. Daar kunt u zelf voor kiezen. Die knop zit hier. Onderaan zit een balk bij uw Zoom-instellingen. En via de chat ben ik ook bereikbaar, hè? Dus we kunnen communiceren via de chat. Heeft u een vraag? Dan kunt u deze via de chat stellen. En dan zal ik proberen deze gedurende de webinar te beantwoorden. En indien daar niet genoeg tijd voor is, dan kan dat achteraf ook. Dus dan kunt u e-mailen en dan zal ik u de vraag beantwoorden. Wie is Cadix? Cadix is een bedrijf gevestigd in Drachten, in het noorden van het land. En wij hebben daar een hele mooie ruimte om trainingen te geven, meerdere lokalen. Normaal geven wij daar ook trainingen en daar gaan wij nu ook weer mee starten. Door de corona zijn wij genoodzaakt geweest om dit vanuit huis te doen, wat erg goed ging, moet ik zeggen. Daarnaast geven wij lessen vanuit Utrecht, dat is deze locatie. En wij geven ook nog lessen op andere plekken, bijvoorbeeld Rotterdam, indien daar genoeg animo voor is. Nou, Cadix is dus in eerste instantie een bedrijf dat trainingen geeft in het in CAD-CAM programma's, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing, dus technisch tekenwerk. En ja, dan moet je vooral denken aan programma's AutoCAD, Revit, Fusion 360. Alle nieuwe programma's. En ook alle updates die elk jaar weer uitkomen natuurlijk. Daarnaast bieden wij oplossingen aan op het gebied van CAD, hè, op het gebied van technisch tekenwerk. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het programmeren in Dynamo of het maken van een bibliotheek in Revit. En als derde is er nog een takje detachering. Wij hebben ook mensen in dienst die gedetacheerd worden via Cadix in het bedrijfsleven of bij de overheid. En dan uiteraard ook op het gebied van CAD. Nou, hier de verschillende werkvelden waarin wij werkzaam zijn. Bouw en architectuur. Nou, daar valt onder andere Revit onder. Ook nog steeds heel veel AutoCAD. Daarnaast de werkdagbouw natuurlijk. Die is ook erg belangrijk. Heel veel training op het gebied van AutoCAD. Ook veel Inventor trainingen en Fusion 360. En de ontwikkeling die gaan natuurlijk daar ook heel erg snel. En ook daar zijn wij ook erg, die nemen wij ook allemaal mee in onze trainingen natuurlijk. Dan is er een tak installatietechniek. Nou, daar moet je ook denken aan bijvoorbeeld Revit, ook steeds nog AutoCAD. En civiele techniek.
Nou, Civil 3D is bijvoorbeeld een programma, maar ook Revit steeds meer. Nogmaals even een zoom voor de late aanhakers. U staat dus uit, uw geluid staat uit. En ja, om de achtergrondgeluid te voorkomen, staat u dus op mute. U kunt mij bereiken via de chat, dus u kunt gewoon chatten. En ja, als u een vraag heeft, dan kunt u deze gerust in de chat stellen. En laat hierbij even uw e-mailadres achter. En als er geen tijd meer is om de vraag te beantwoorden, dan kan dat ook achteraf. Dus dan doen we dat via de e-mail. En dan is er eventueel ook nog de mogelijkheid om via Zoom, om alsnog de vraag via Zoom te beantwoorden. Voor vandaag de agenda. Ja, de vernieuwingen die ik ga behandelen, dat zijn niet alle vernieuwingen, want er zijn er best veel in Revit 2021. En sommige zijn ook te uitgebreid of te specialistisch om hier in deze korte webinar te behandelen. Mogelijk wijden wij hier later nog een andere webinar aan of wij bieden dit aan in cursussen. De eerste die ik ga behandelen, ja, dat is de gepersonaliseerde werkruimte. Niet iets heel revolutionairs, maar ik ga hem toch even kort benoemen. Dan de meedraaiende tags. Sinds kort is het mogelijk om in Revit 2021 dus om tekst mee te laten draaien. Nou, sommige vernieuwingen zijn niet heel revolutionair, maar wel handig. Dit is er een van. We hebben verbeterde PDF-invoegmogelijkheden. Dat wil ik ook graag even laten zien. Dan viewfilters in view. Nieuwe discipline infrastructure in filters is een nieuwe discipline die naast architecture, structural, nou ja, er is sinds kort ook een infrastructure waarbij bepaalde categorieën waarbij je die kunt uitfilteren in de visibility graphics override. Dan zijn er wat nieuwe functies met betrekking tot de path of travel, die zijn ook erg leuk. Er zijn een aantal nieuwe rendermogelijkheden, die zijn sterk verbeterd ten opzichte van de laatste Revit. Uiteraard heel erg de moeite waard om even te laten zien. Nou, schedules heeft ook wat extra's, wat verbeteringen. En dan de hellende wanden. De slanted walls, die zijn heel erg een hele leuke nieuwe optie in Revit. En het makkelijke gebruiken van voids. Nou, dit zijn nog een aantal andere vernieuwingen die toch even genoemd mogen worden. Maar die gaan we niet in deze webinar behandelen. Zoals gezegd is het allemaal, we hebben een half uur, dus het is erg veel wat er vernieuwd is. En sommige dingen zijn heel specialistisch. Ik noem even generative design, dat is heel leuk. Zit sinds 2021 is de eerste versie waar dit in zit. En generative design is eigenlijk het ontwerpen met behulp van kunstmatige intelligentie. Dus de kunstmatige intelligentie, de rekenkracht van Autodesk, die gaat je helpen om een beter ontwerp te maken. Het zat al in bijvoorbeeld Fusion 360. En in Revit 2021 maakt dit ook zijn opwachting. En verwacht hier meer van in de toekomstige versies. Nou, Dynamo heeft een nieuwe versie 2.5. Staalmodellering heeft weer wat verbeteringen gekregen. Ook elektrische installaties heeft wat mooie verbeteringen. Vernieuwingen. Map, even wat worksharing is toegevoegd, verbeterd. Naamgeving van elektrische circuits. Nou, en zo zijn er nog een aantal meer nieuwe functies. En als u op de website van Autodesk kijkt, dan kunt u ze daar ook allemaal vinden met mooie filmpjes. Nou, we gaan dus gebruik maken van Revit 2021. U hoeft deze zelf niet te hebben voor deze webinar. U kunt gewoon meekijken. U kunt natuurlijk wel meedoen als u dat leuk vindt. Die mogelijkheid is er. Ik ga mijn scherm even delen met u. Als het goed is, ziet u nu mijn Revit-scherm. Het startscherm van Revit. Nou, het startscreen is bijna hetzelfde als in 2020. Hier staat BM360, die stond er voorheen niet. En een leuke verbetering is is de gepersonaliseerde workspace, die heb ik net genoemd. En in feite is het zo, alleen als je Revit 2021 voor het eerst opstart, verschijnt er een
verschijnt het een venster waarbij je welkom wordt geheten. En er een aantal vragen wordt gesteld over je beroep en over je voorkeuren. En waarbij je dus een profiel kan aanmaken. Dus ik kan die nu niet zien. Maar je kunt bijvoorbeeld kiezen om bepaalde panels weg te laten of bepaalde tabs. Ik kan wel even vertellen dat als je dit weer wil wijzigen, dan is dat, stel dat je dat in hebt gesteld, je hebt bijvoorbeeld gezegd ik wil alleen mijn architecture tab of architecture en structural. Mocht je dat dan weer willen wijzigen achteraf, dan ga je naar file, het applicatiemenu, ga je even naar options. En dan ga je hier naar de user interface, dit zat ook al in 2020. En dan kun je hier de verschillende tabs weer aanvinken. Door ze weer alsnog weer aan te zetten. Dus dat is de gepersonaliseerde werkruimte. Nou, ik ga even terug naar mijn homescreen. En ik start even een project op. Bijvoorbeeld project van Autodesk. Daar is hij. Nou, een andere nieuwigheid is, om ook even te noemen, is de precast tab. Die zit hier. En dat is een, ja, daar zitten wat leuke nieuwe functies op. Met betrekking tot het maken van prefab beton onderdelen. Voorwaarde is wel dat je die dan ook, de content, de inhoud ingeladen hebt. Je kunt hem hier ook nog uitzetten. Dus dat is een heel nieuwe tab met weer een aantal mooie functies. Deze komen eventueel terug in een andere webinar. Zoals gezegd, het is vrij uitgebreid allemaal en veel. En mocht u daar vragen over hebben, dan kunt u deze ook stellen. Ik ga even naar het volgende onderdeel en dat is de meedraaiende tags. En daarvoor ga ik even naar een floorplan, het entry level. Deze hier. Hij moet even laden. En ik zoom even in op een deur tag. Hier zitten alle tags in. En hier zit een deur tag. En ik ga deze even selecteren. Moet ik even op tab drukken. Totdat ik hem heb. Dat is de door tag. En om hem te bewerken. Ik ga hem namelijk laten meedraaien. Dat kan sinds kort. En om dat te doen moet je eerst de tag openen. Nou, dat kan door er dubbel op te klikken of hier op de Edit Family knop te drukken. Dat ga ik even doen. En dan opent hij de tag. Nou, en je ziet de tag. Het enige wat je moet doen is hier Rotate with Component even aanvinken. Zo. En dan laat ik hem weer in mijn project met behulp van de Load into Project and Close knop. Dan moet ik hem natuurlijk wel even opslaan. Ja. Nou, ik zet hem even op mijn bureaublad. Save. Opslaan. Gaat hij hem in mijn project laden. Dan schrijf ik hem even over met de parameters. Om hem te laten. Nou zou die moeten meedraaien. Nou, dat gaan we even testen. Nou moet ik even de hele muur laten draaien. Ik kies voor de rotate functie. Draai ik hem even. Ik heb een hoek invoeren, 20 graden, enter, en hij draait netjes mee. Nou, niet zo heel revolutionair, maar toch handig. Ik zet de muur even weer terug. En dan draait hij ook weer netjes mee terug natuurlijk. Dus dat zijn de meedraaiende tags, dat kun je sinds kort instellen. Dat hij meedraait met zijn bijbehorende component. Nou, de volgende die ik even wil laten zien, dat is de PDF-invoegmogelijkheid. Die was er natuurlijk altijd al, maar er is iets gewijzigd en ja, is iets verbeterd, ook wel in mijn opzicht. Ik ga even naar Insert, de Insert-tab. Ik ga even naar Import PDF. Ik ga eerst nog even naar Ceiling Plan, Entry Level. Pak ik even de Import PDF-functie. Dan heb ik hier even kijken. Heb ik een platte grond. Even als PDF opgeslagen. De platte grond van de entry level. Nou, die kan ik dan
hier inladen. Ik kan hier nog een resolutie veranderen. Dat vind ik prima zo. En dan druk ik even op OK. Nou, dan hangt hij aan mijn muis. Dan zet ik hem hier even op. Hier kan ik hem nog als een background foreground instellen. Nou, ik laat hem even als background. Met de grips kan ik hem iets kleiner maken of groter. En ik kan hier ook het formaat instellen in de properties. Dat was altijd al, dat was er allemaal al, hè. Tot zover. Niet zo heel spectaculair. Maar nu is er onder de knop Manage Links, staat hier, is er een tabje PDF bijgekomen. En daar staan ook, kijk, daar staat mijn PDF die ik net ingeladen heb. Daar staan dan de PDF's die je inlaat. Mooi. Op een rijtje, ik heb er nu maar één ingeladen. En dan kun je met de knop Place Instance, nou, dan kun je er nog eentje plaatsen van hetzelfde. Even kijken, nou ben ik hem even kwijt. Ga ik even naar Manage. Dan zit hier ook de knop Manage Links, PDF. Nou, je kunt Reload From, dan kun je hem weer van, van een andere locatie eventueel erin zetten. En met de knop Reload kun je weer herladen op dezelfde plek. Dus dat is de nieuwe PDF import en ook de images zitten hier nu onder de manage link. Dus ook de plaatjes, zeg maar, die staan hier nu ook mooi bij. Nou, die ga ik even weghalen en die ook. De volgende nieuwe functie is het filteren in de view. En daarvoor ga ik even naar de tweede verdieping. Deze. Hè, de filters zaten er altijd al, maar je kunt ze nu direct zien in de view. Direct toepassen. Ik ga even naar de Visibility Graphics Override. En ga ik even naar de tab Filters. En dan ga ik even hier een filter maken. Ik pak even de rule based filter. Ik pak hier, maak hier een nieuwe aan. Ik doe even wanden. Ik ga even op wanddikte filteren. Wanden dunner dan 150 mm. Oké. En dan moet ik de filter nog maken. Dan ga ik hier even de categorie selecteren. Dat zijn natuurlijk de walls. Dan kan ik hier de filter instellen. Nou, ik kies even de width, want dat is mijn breedte. En ik wil even wanden dunner, dus dan minder dan, less than 150 mm. Zo. Dan moet ik hem nog even toevoegen. Dubbel klikken daarop. Oké. Oh, add, sorry. Daar staat hij. Nou, dan moet ik natuurlijk nog even een bepaalde kleur toekennen aan deze filter. Dan ga ik even naar de cut patterns, want hij wordt hier doorgesneden. Kies ik even voor een solid. Fill en een groen kleurtje. Hartstikke mooi. Oké. En je ziet hier nou een extra kolommetje, a label filter. Dat is dus de nieuwigheid. En je kunt dan op apply drukken en dan kun je meteen het resultaat zien. Nou, en je ziet ze nu, de wanden worden groen. Ik ga even inzoomen. Dus je kunt hem aan en uitzetten terwijl je nog in je dialoogvenster zit van de filter. Dus dan doe je even apply en zet je hem zo even uit. En dan is hij weer uit. Nou, hartstikke leuk. Dus dat is nieuw. En dan kan ik nog even ga ik even een extra filter toevoegen om dat nog even een keer te laten zien. Dus ik voeg nog een filter toe. Even wanden dikker dan 150 mm. Oké. Walls. De breedte. Greater than 150. Oh, dat is iets te veel. Enter. Nou, die maken we gewoon even rood. Toen we al een kleurtje doen, anders heb je er niet zo heel veel aan. Oké. Okay. Zijn de wanden die dikker zijn? Zijn er niet zoveel. En die kan ik dan hier ook weer even gewoon uitzetten. Ja, goed. Nou, het kan heel handig zijn. Leuk.
De volgende functie is de discipline infrastructure. Infrastructure, die is natuurlijk leuk voor de civiele mensen onder ons, maar ook in de bouwkundige wereld is deze wel handig. Ik ga even naar 3D view, de building courtyard. Dus, even naar de tuin buiten. Hij doet het redelijk snel. Zet even de crop uit. Zo, daar is mijn gebouw. Het is niet een heel mooi gebouw, maar er zit wel allerlei, er zit wel van alles in. Deze zit ook weer onder de visibility graphics override. Ik ga daar even weer naartoe. En dan ga ik hier even bij filterlist filteren op infrastructure. Dus zet ik even deze allemaal uit. Kijk, en dan zijn er allerlei categorieën die onder infrastructure vallen. Ook bridge decks, bridge framing. En nog best wel veel andere zaken. Heel veel constructieve dingen. Nou, kan ik ze bijvoorbeeld even allemaal uitzetten. Of allemaal even, bijvoorbeeld even onzichtbaar of doorzichtbaar maken. Oh, oh, oh. Hier kun je ook op apply drukken, dan ga je al het resultaat zien. Nou, je ziet dan behoorlijk wat dingetjes zijn vallen onder deze categorie. En dan raken we even op niet transparant zetten. En dan kan ik bijvoorbeeld ook even in één keer hier de kleurtjes ik even oranje maken, want dan zie je ze wat bij beter. Nou, kijk eens hoe mooi. Maar dit valt dus allemaal onder de categorie infrastructure. En dat is dus best veel. En dit is dus een hele nieuwe categorie die je dan hier kan filteren. Ik wil even de override uitzetten. Clear override. Zo. En dan zijn ze weer weg. Dus ja, en deze functie zit ook, hè, deze filter zit ook hier onder de annotation. Dus die zit overal. Nou, ga ik even alles weer aanzetten. Want ik wil wel even gewoon natuurlijk alles weer kunnen gebruiken. En mijn gebouw is weer normaal. Volgende nieuwe functie. Of nieuw, die functie is niet nieuw, maar er is wat verbeterd. Dat is de Path of Travel. En die zit hier onder Analyze. Dus daar ga ik even naartoe. De tab Analyze. En die zit natuurlijk niet in een 3D view, kan ik die niet gebruiken. Dus ik moet even naar een plattegrond. Ik ga even naar mijn entry level. Zo. En de Path of Travel, daar is die. De bedoeling is dat je even een beginpunt en een eindpunt neerzet. Ik zet hier bijvoorbeeld even een beginpunt neer. En dan gaat die, ga ik hier naartoe, naar dit trappenhuis. En dan gaat hij even de route berekenen. Nou, hij gaat buitenom. Dat kan ook. Heb je nou zoiets van, ja, ik vind het leuk, maar ik wil toch ergens anders. Dan kun je het de route selecteren en dan heb je hier de waypoint. En dan kun je de waypoint, kun je een punt toevoegen. Dan moet je dus even op het lijntje klikken en dan heb je een punt en dan kun je, en dan dat is dan een blauw grip eigenlijk, die kun je dan zo verplaatsen. En dan gaat hij, nou, dan gebruikt hij hier de deur. Dus je kunt het gewoon nog een toevoegen. Zeg, ik wil toch binnendoor. Dus dat is handig. En je kunt met dezelfde, op dezelfde manier kun je ook weer waypoints weghalen. Dus tussenstapjes, zeg maar. Een andere nieuwigheid is het laten zien van obstakels. Daarvoor ga ik even naar de tab Analyze. En kan ik hier de knop Reveal Obstacles neerzetten. Klik daar even op. Nou, dan krijg ik een oranje kadertje om mijn scherm. Met de reveal obstacles. Reveal path travel obstacles. Dus dan wordt alles wat oranje is, dat zijn obstakels. En daar kun je ook nog weer in wijzigen. Dan ga je even naar dit pijltje hier. En dan ga je even, hier kun je weer alles wat, en dat staat hier wat niet. Wat je niet als obstakel wil aanvinken, dat kun je hier dan aanvinken. Dan gaat hij dat niet als obstakel zien. En dan heb je hier ook nog de kun je de hoogte instellen. Ja, dus wat boven en onder die hoogte zit, dat is dan geen obstakel. Nou,
Dus dat is heel mooi. Ik zet die modus weer even uit. Dan kan ik hier gewoon weer even op klikken. En dan ben ik weer in de normale weergave. Volgende die ik wil laten zien, dat is wel een hele leuke. Hè. Deze was ook leuk, maar dit is nog niet zo heel spectaculair. De volgende is echt wel een sterke verbetering, vind ik zelf. Dat is namelijk het verbeterde renderweergave. Nou, we hadden altijd in Revit tot en met 2020, had je hier onder de graphic, op de view control bar, de graphic display options, kon je hier realistic als... dat was voorheen nog niet de meest geavanceerde. Er stond nog een raytrace onder. En dan begon je computer behoorlijk te blazen. Nou, en die realistic, die was ook altijd wel heel donker. En hij deed, het werd ook heel traag allemaal. Die realistic is sterk verbeterd. Hij is net onder andere ook lichter geworden. Ik zet hem even aan, de realistic. Dat heeft tijd nodig. Maar dan heb je ook wat. Dus hij doet er wat langer over om hem te laden. En dat duurt nu best wel lang. Daar is hij. Maar kijk, hij is veel lichter. Maar als hij dus eenmaal geladen is, dan is hij veel sneller. Dan kun je gewoon heel makkelijk... navigeren en zoomen. Dus dat is echt een sterke verbetering. Nou, dat is nog niet alles. Want als je naar de graphic display options gaat, dan is hier met lighting, is hier ook een nieuwe optie, scheme. En dan kun je met bijvoorbeeld, sun only staat nu aan. Maar je kunt ook zeggen artificial only, dus kunstmatig licht. Dan doe ik even oké. En dan zie je dat hij al anders wordt. Nee, dan wordt hij donker. Want dan zit er alleen de verlichting die binnen is, die werkt nou. Dus dat is wel een hele leuke nieuwe optie. Er zijn een heleboel renderprogramma's op de markt. En sommige zijn vrij prijzig. Maar met Revit 2020 kun je zelf ook een behoorlijk mooie render maken. Dus bij lighting... kun je verlichting beter laten werken. En dan is er ook nog hier realistic. Die staat nou op automatic, maar die kun je ook op manual zetten, handmatig. En dan kun je hier ook nog weer lichter of donkerder maken. En de kleurcorrectie kun je nog aanpassen. Nou, apply, oké. Even oké. En dan gebeuren ook weer allerlei leuke dingen. Wordt het nou wel heel donker. Dat is ook, maar je kunt daarmee mooi wijzigen aan je weergave. Dit is wel heel donker. Nou, ik zet hem even op wat lichter. Apply. Dit is leuk, hè? Ja. Nou. Dus dat is de vernieuwde renderweergave. Dan de schedules. We konden al altijd in Revit, of tenminste in 2020, kon je al de verschillende regeltjes, verschillende kleurtjes weergeven. Maar nu is dat weer verbeterd. Ik ga even naar een schedule, deuren, schedule. En... Ik heb hier een heel saai schedule. Ik ga even naar appearance. Het nieuwe is dat je hier de stripe rows kan aanzetten. En ja, dan kun je hier een kleurtje kiezen. Bijvoorbeeld donkerblauw. Oké, en dan ziet hij er zo uit. Nou, hartstikke leuk. En een andere vernieuwing is deze freeze header, waardoor die de bovenste regel stil blijft staan als je naar beneden scrolt. Nou. Weer een verbetering op het gebied van schedules.
Ik ga even naar de volgende. En dat zijn de voids die wat extra betere functies hebben. Daarvoor ga ik even een nieuwe family openen. En ik kies even hier voor een generic model. Zo, ik open hem even. Ja, daar is hij. De vernieuwde functie is dus de voids die nu voorheen kon je altijd voids moest je aanzetten met de optie cut geometry, maar er is nu een vernieuwde functionaliteit aangekomen. Ik ga even een extrusion maken. Solid extrusion, daar begin ik mee. Nou, dan pak hier even de workplane. Zet ik even op het ref level. Daar staat hij op. Hartstikke mooi. Dan teken ik even een circumscribed polygon met 6 zijden vanuit het midden. 500. Enter. En de hoogte die maak ik even hier 1500. En dan druk ik op finish edit mode. Dan heb ik een extrusion gemaakt. Nou, hartstikke mooi. Maar nu ga ik even een void erin maken. Daarvoor ga ik even weer naar mijn ref level. Kies ik even voor de void extrusion. En ik doe even een cirkeltje. En die tekenen ook vanaf dat ref level. Nou, die maken iets kleiner. 250. Hoppakee. Druk op finish. Dan ga ik weer naar mijn 3D view. Nou, daar zit hij in. Hè. Ik zet hier even de realistic weergave aan. Dan zie je het wat beter. En hij doet zijn werking. Hè. Je ziet nu de void. Die is mooi. Die staat aan. Nou, het nieuwe is, als je de void selecteert, kun je hier de cut geometry uitvinken. Nou, en dan is hij, dan doet hij niks meer. En als je hem dan weer selecteert en aanvinkt, dan doet hij zijn werking weer. En je kunt er nou ook een parameter aan hangen. Dus dat doe je door hem te selecteren. En dan kun je hier op het kleine knopje drukken. Nou, ik moet daarvoor wel een parameter hebben. Die ga ik even maken. Ik ga naar de family types. Ik maak even een nieuwe parameter aan. En die noem ik gewoon even void. Ik maak hier bijvoorbeeld even een yes or no van. En die groepeer ik even onder de visibility, de zichtbaarheid. Oké. Druk even op oké. Dan is hij gemaakt. En dan kun je hem hier dus aan en uitvinken. Nogmaals oké. Selecteer ik mijn void. En dan druk ik even op de associate family parameter. Daar staat hij. Kan hem koppelen. Dan is hij gekoppeld. Dus als ik nu selecteer, dan is die vink daar ook weg. En dan kan ik hem dus hiermee aan en uitzetten. Dus dat is ook een nieuwigheid. Weer een extra, extra manier om voids in te regelen, zeg maar. Nou, de laatste functie die ik nog graag wil laten zien, dat zijn de last but not least, dat zijn de hellende wanden. Ik ga even een nieuw project openen daarvoor. Project, ik pak even de Cadix template, die open ik even. Kost even tijd. Ja, daar zijn we. Ik ga even naar mijn 3D view. En ik pak even een... dat kan ik beter even op de begane grond doen, denk ik. Pak even een muur. Een wall. Nou, bijvoorbeeld even een gemetselde buitenwand. Ik teken hem even zo.
mandje van 8 meter. Daar staat hij. Ik zet even de shaded aan. Nou, dit is een kaarsrechte wand, hè, zoals u ziet. Nou, de nieuwigheid zit hem in het selecteren van de wand. En dan hebben we hier namelijk in de properties een regeltje cross-section. En daar staat vertical. En die kun je nu op slanted zetten, oftewel hellend. En dan heb je hier de optie om de hoek in te stellen. Die staat nu op 0 graden. Die kan ik bijvoorbeeld op 20 graden zetten. En dan zie je dat die mooi meebuigt. Je kunt ook de grips pakken. En dan kun je ook zo de hoek handmatig instellen. Nou, dus dat is nieuw. Dus je kunt veel makkelijker hellende wanden maken. Dit was al mogelijk met meshes, maar dit is nu veel beter gewonnen. Nou, en dan als ik dan een kozijn inzet, dan gebeurt er dit. Even een deurtje. Nou, dan gaat hij wel de opening maken, maar de deur die staat rechtop. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Die wil je ook gewoon mee hellen. Dus dan pak je even de deur. Die selecteer je. En dan heb je hier de orientation. Die staat op vertical. En die kun je daar ook weer op slanted zetten. Dat moet je dus nog wel even apart doen. Als je het doet, gaat hij wel met de muur mee. Dus je hoeft niet ook nog de hoek weer apart in te stellen. En nou, ja, dan heb je zo de muur. In de begane grond ziet het er dan zo uit. Dat is nog wel een beetje gebrekkig wat mij betreft. Maar deze functie gaat ongetwijfeld ook nog verder verbeteren. Toch weer een hele mooie verbetering. Nou, dit waren de vernieuwingen die ik behandel. Ik ga even terug naar mijn presentatie. Oh. En dan ga ik even naar de samenvatting. Dit zijn de onderwerpen die ik behandeld heb. Het zijn dus, zoals gezegd, niet alle vernieuwingen. Maar wel een aantal dingen die veel gebruikt gaan worden, denk ik, die gewoon handig zijn en erg leuk. En ook goed passen in de basis van Revit. Nou, wij bieden een heel scala aan Revit cursussen aan. En ook een cursus met alle vernieuwingen die in deze nieuwe update zitten. Daar is ook wordt ook een cursus voor aangeboden. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, kijk even op de website van Calix of neem contact op met onze verkoopdesk. Nou, vragen zie ik graag in de chat. Ik zie nog geen vragen. Als u nou achteraf iets te binnen schiet, dan kunt u ook gewoon mailen naar Calix. Dus en dan kunnen wij alsnog met u in Zoom deze vraag gaan beantwoorden als dat nodig is of gewoon via de mail. Dus via chat. Ik heb niemand gezien, dus dat kan. Dat is wat mij betreft een goed teken als er geen vragen meer zijn. Dan ga ik afsluiten. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid bij deze webinar. En ik zie u graag terug. Bij een van onze cursussen. En ja, hierbij sluit ik de webinar af en tot ziens. Hartelijk dank nogmaals.